Ik heb iets meegenomen. En ik was eigenlijk wel benieuwd wie nog weet wat dit is. Het is iets... aardappelrooien hoor ik al, bietenrooien hoor ik al. Nou, het is dus bietenrooien. Dit is dus een bietentang waar je vroeger dus de bieten mee uit de grond deed tillen, stuk voor stuk. Als je nu de nieuwe versie wilt zien van de bietentang, die staat aan het begin van het terrein. U hebt hem misschien vanochtend al gezien. Een enorme grote rode machine. Dat is de opvolger van deze tang. Dus dat heeft u alweer geleerd vandaag, dat kunt u meenemen. En dat vinden wij zo belangrijk, dat we educatie terugbrengen van de boeren naar de klassen. En we hebben een heel concreet project gemaakt. En dat heet 25 dingen die kinderen tot hun 12e in elk geval gedaan moeten hebben. En dat kan slootjes springen zijn, dat kan kikkervisjes vangen zijn. Aan de natuurkant, dat kan koeien knuffelen zijn. Dat kan eieren rapen zijn, dat kan peren plukken zijn. Allerlei dingen waarvan wij vinden, goh, een soort to-do boekje met 25 leuke dingen daarin. Die ze in de loop van de 6 jaar, in groep 3 beginnend, op de basisschool zijn. Elk jaar concreet naar een bedrijf gaan om iets uit dat boekje te doen. Want wij vinden het belangrijk als boeren dat consumenten, de consument van de toekomst, die niet meer weet wie dit is, die maar amper weet wat een nieuwe bietenrooier is, weet wat die boeren doen, weet wat er ook van economisch belang is, weet wat het belang is van gezond voedsel, van de buitenwereld, van de natuur, en dat allemaal meegeven in een heel concreet project. Daarnaast zeggen we, glasvezel vinden wij heel belangrijk, en snelle internetverbindingen. Prima dat dat naar industrieterreinen gaat, maar vergeet de agrarische sector niet, die gewoon high-tech is geworden. Het voorbeeld is hier geweest in de streek. We hebben foto hangen van de koning, die hier ook in dit gebied was, juist om naar die high-tech landbouw te kijken. Wij hebben die datastromen en die snelle verbindingen nodig. En het derde project, wat wij heel belangrijk vinden, is dat er een groen loket, een ondernemersloket is bij die nieuwe gemeente, waar wij als agrarische ondernemers in de groene ruimte terecht kunnen voor onze vragen om maximaal rendement te geven, economische impuls, het mooie ruimte van dit gebied en een prachtig gebied om in te wonen. Dankjewel.